is heimelijk jaloers op Cécile de France, Frans Gal en Claude François. En hij vindt het nog altijd spijtig dat zijn ouders hem niet gewoon Frans hebben genoemd. Onze Frankrijk-kenner Bart van Loo. Dag Bart, welkom. Michiel. Waar wil je het vandaag over hebben? Over de revolutie. Je mag drie keer raden de welke. De Franse revolutie. Ja, ja. En ik heb drie thema's bij. Bloed, gastronomie en muziek. Okay. Ik stel voor dat we misschien beginnen met het bloedigste symbool van de Franse revolutie. De guillotine. Ik heb een heel oud filmpje gevonden waarin de werking van de guillotine perfect wordt uitgebeeld. Okay. The door of the prison opens again. The priest first appears. When the priest moves aside, the wretch sees the instrument of death and shudders frightfully. He makes a last effort to escape, but in vain. Voilà. Law and justice are above crime and disorder. De kop is eraf. Het lijf gaat in de dodenmand. Even nog controleren of het juiste hoofd is. En klaar is Kees. Amai, dat ziet er echt wel heel realistisch uit. Dus... Interessant, hè? Zo'n laatste show. Leuk. Je leert nog eens iets. Leuke filmpjes. Ja. Zeg, en wie passeerde er allemaal langs de guillotine in die tijd? Spectaculair is natuurlijk wat er gebeurd is met Marie Antoinette, de Franse koningin. Ja. Maar historisch belangrijker is het wedervaren van haar gemaal, Lodewijk XVI, die op 21 januari 1793 zijn hoofd verliest op de Place de la Concorde. Plein van de Eendracht. Mm. En hoe dat juist in zijn werk ging, dat wordt bondig en poëtisch uitgelegd in de animatieserie Family Guy. Oh, wow. Well, don't take it too hard. You're not the first person to get fired. Look, Louis, the French people really want to thank you for your services as king, but it's just not working out and we've decided to go another way. So, yeah. De ironie wil dat... Dat Lodewijk XVI, voor zijn dood natuurlijk, nog een aantal tips had gesuggereerd om die guillotine te verbeteren. Hij vond dat horizontale mes maar niets. Hij zei, een schuin aflopend mes is beter. En inderdaad, hij zal aan de lijve ondervinden dat zijn verbeterde versie zeer efficiënt werkt. Ja. Oké, tot zover het bloed. Je wou het ook over gastronomie hebben. Wat heeft de Franse revolutie met gastronomie te maken? Wel, zoals elke gewone Franse sterveling had Lodewijk XVI ook recht op het traditionele dodenmaal. En ook terecht een echte Fransman die gaat de eeuwigheid in met een gevulde maag. Mm-hmm. Nu, wat zat er in die maag, in die maag van Lodewijk XVI op de 21 januari 1793? Wel, er zaten in 6 koteletten, 12 eieren, een halve kip, dat alles overgoten met witte Franse wijn en zoete Spaanse wijn. En dat, Michiel, dat zou de laatste maaltijd van het Ancien Regime zijn. Oké. Okay. Laatste avond. Wat zou jij als laatste avondman nemen? Goh, wat ik iets... een combinatie met zeeegels en Sint-Jacobsvruchten. En daar mag nog een duifje als hoofdgerecht of zoiets. Kan je ook. Alsjeblieft. Goed. En jij, Kim? Goeie sushi. Goeie sushi? Ja, Thais of zo. Ja. Tof. En jij eigenlijk? Tomatensoep met balletjes, zoals ze klaargemaakt worden door Maria Verelst uit de Echelpoel in Bouwel, mijn moeder. Oké, okay, goed. Maar goed, het laatste avondmaal van Louis XVI. Dit is bijzonder interessant, maar is dat ook gastronomische bijdrage geweest? Onrechtstreeks wel, want heel de aristocratie werd uit hun kastelen gejaagd en plots van de ene dag op de andere stonden ook hun koks op straat. Oftewel gingen zij grote sier maken in het buitenland, ofwel stichtten zij de eerste restaurants in Parijs, want je had al wel herbergen en afspanningen. Maar de haute cuisine in het publieke domein, wel, daar hebben zij voor een première gezorgd. Ah, bon. Zijn er zo nog andere culinaire gevolgen geweest van de Franse revolutie? Want ook, ja, ook priesters en monniken die werden ook opgejaagd. En een van hen belandt in een kleine boerderij bij een sympathieke boerin, een zekere Marie Arel. Vindt daar een zekere veiligheid. En wanneer de kust veilig is en hij terug naar huis kan, naar zijn klooster, doet hij dat niet zonder haar te danken. En uit dankbaarheid geeft hij haar een uniek kaasrecept. In dat dorp was er al een kaas. Ze hebben die twee recepten door elkaar gehutseld. En daar is de beroemdste Franse kaas aller tijden ontstaan. Want we vinden ons wel degelijk in het piepkleine Normandische dorpje Camembert. En Camembert, dat is Frankrijk op zijn best. Camembert heeft zelfs enkele Franse topartiesten geïnspireerd tot een waarlijk hoogtepunt uit het Franse chanson. Chantons, chantons, chantons le camembert. Celui qui a fait le tour de la terre. Le camembert, c'est fin de Normandie. Et que tout le monde entier nous envie. Chantons, chantons, chantons le camembert.
Philippe, de camembert, terecht, topkaas. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo gek ben van een camembert. Ik ben eerder een blauwe, vind ik een fantastische camembert. Maar een goede camembert ook natuurlijk. Ja. Maar. Mogen tennissers eigenlijk zware kaas eten? Ja, ik denk wel dat die dat mogen, maar ik zelf... Liever niet. Nee, ik lust dat ook niet zo graag. Nee. Gewoon de jonge kaas. Kan dat? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Is er nog iets te vertellen? Nog iets te vertellen over die camembert? Dit verhaal krijgt een alleraardig staartje in die zin dat die monnik die keer terug naar zijn klooster. Maar waar stond dat klooster? Dat stond in Mo. En wat wordt er in Mo gemaakt, Philippe? In Mo? In Mo. Le Brie de Mo. De Brie de Mo. Fantastisch. Ja. Moraal van dit verhaal. De Brie is de vader van de camembert. Ah, oké. Okay. Ja. Dat is eigenlijk een van die twee recepten geweest. Ja. Door elkaar. Als ik in het buitenland zeg, ik ben van Brie, in het Engels zeggen ze Brie. Ja. Oh, that's where the cheese is made. Goed, maar je wou ook nog iets over muziek zeggen? Ja, we zitten dus in de Franse Revolutie. Een crisismoment is 1792. Marie-Antoinette zit in de gevangenis. Marie-Antoinette d'Autriche van Oostenrijk. Het Oostenrijkse leger komt de Franse grens over, wil haar bevrijden. Het Franse revolutionaire leger treedt hen tegemoet. De legeroversten beseffen dat ze eigenlijk maar een gammel leger hebben, dat ze nood hebben aan een flux marslied. Vragen aan een zekere Rouget de Lille om daar iets aan te veranderen. En die man die kent een genadige meiavond in Straatsburg. In Straatsburg, hij zit aan zijn tafel, het raam staat open, hij hoort de slogans en de kreten op straat van... Mannen die zeggen, ze gaan onze vrouwen komen verkrachten. Vrouwen die zeggen, ze gaan onze mannen de keel komen oversnijden. En zijn pen wordt een soort van antenne die angstige slogans uit de lucht plukt. En die zo op zijn papier belanden. En op dat papier, op dat eigenste moment, schrijft hij de woorden waarvan Nostradamus in de 16e eeuw al zou voorspeld hebben dat ze op 21 juli 2007 zouden worden gezongen op de trappen van Sint-Goedelen door Yves Le Terme. Ja, de Marseillaise, oké. Okay. Ja. 1, 2, 3... Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oké, okay, ja, goed. Voilà. Ja, wij hebben een beetje moeite met de tekst van de Marseillaise, nogal terecht ook. Maar in Frankrijk niet, hè? Frankrijk iedereen... heeft dat woord met de paplepel meegegeven. Fransen kennen dat van buiten. Ik heb ook bewijsmateriaal bij. Vorig jaar werd de Franse rugbyploeg tweede op het wereldkampioenschap. Ze krijgen daarvoor een schone cadeau. Op de Place de la Concorde, op de plek waar Lodewijk de 16e zijn hoofd verloor, zingen tienduizenden Fransen uit het hoofd naadloos de Marseillaise. Mes amis, je vous demande d'entonner une dernière fois pour le 15 de France la Marseillaise. Allons enfants. Ja. Iedereen goed opgevoed. Hoe zit dat jouw kind? Het Belgisch volkslied? Ja. Ik ga nog wel een beetje moeten oefenen voor de Olympische Spelen. Ja, maar het begint. Fat Cups en weet je die dat we spelen dan... Ja, bij de Fat Cups moet je het ook al af en toe zingen. Dus je hebt al een zekere ervaring. Een aantal keer met Kirsten Flupkes het blad voor ons gehad en het tekst van buiten geleerd. Dus zit er ondertussen wel op. Ja. Als de lipping maar goed is eigenlijk. Ja. Voilà. Hoe populair is Kim eigenlijk in Frankrijk? Kim Clijsters, elle est très très populaire, vraiment, dis donc. Maar de populariteit wereldwijd is niet onderschatten, hè? Want je bent zelfs invloedrijker dan de Amerikaanse president, volgens Time Magazine. Die hebben een top 100 van de meest invloedrijke figuren gehad. Jij staat op nummer 16. Obama die staat op de 86e plaats. Jij bent eerste sportpersoon. Wat denk je, waaraan heb je dat te danken? Geen idee. Ik denk daar ook niet te veel over na. Ik hoorde dat toevallig op de radio toen ik onderweg was naar een kini bij ons in Bree. En ik reed op de ring en ik hoorde dat. Ik heb dan gebeld naar Bob, naar mijn manager. En die zei, we hebben daar een brief van gekregen, maar ik wist niet of dat echt was. Ik zei, ja. Time Magazine, toch niet de minste. Ja, maar nee. Ja. En het is niet dat je je macht ondertussen af en toe misbruikt om goede plaatjes te krijgen in een restaurant of zo? Nee, daar doe ik niet aan mee. Zeg, de Olympische tennisfinale, dat is 5 augustus. En wat is dat dan? 6 augustus gewoon racket aan de kapstok hangen en ophouden? Nee, ik heb de bedoeling om dit seizoen nog uit te spelen. Helemaal af te werken. Moest ik...
terug in die top 8 of die top 10 geraken, dan zou ik eventueel nog misschien de Masters willen ja. spelen dit seizoen. En dan eindigen. Hè. En wat wil je doen na je carrière? Ik ben nu ondertussen al een beetje mij aan het inwerken en mij bezig houden op de club waar ik zelf train, dus in Bree. We hebben daar Bob, mijn manager van Golazzo, en ik, we hebben daar de club vorig jaar gekocht. En ja, we wilden daar eigenlijk een leuke, gezellige club van maken, waar iedereen eigenlijk kan komen tennissen. Ja. Of je nu heel goed bent of niet, maar er moet voor iedereen plaats zijn. En ja, er gaat een heel soort van gezondheidscenter komen met yoga, pilates, acupunctuur. Alles erop en eraan. Ja. Ja. Kim, het heeft 13 jaar geduurd voor je in de laatste show. Het was het wachten meer dan de moeite waard. Nog eens geweldig bedankt. Dank u wel. Kim Kluisters. Dank u.